Goedemorgen, welkom in mijn slaapkamer. Leuk dat je kijkt naar mijn hobby YouTube kanaal. Shop My Stash, het is maar weer een tijd dat we iets anders willen proberen, zeg maar. En ik heb mijn doosje hier. Met alle... Dit doe ik tegenwoordig. Ik heb het uit de laadjes gehaald. Die heb ik meer gebruikt als lipstiftvoorraad. Even mijn mouw opstropen. En hier zitten wat opties in. Ik heb hier ook nog een heel doosje met nieuwe producten. Die ik nog moet gaan gebruiken. En oh, ik laat alles vandaag vallen. Er staan hier op mijn bureau dingen die ik zeg maar één keer heb. Ik klink een beetje verkouden. Ik ben herstellende van de griep. Nee, ik had het niet. Ik was gewoon ziek. Ik had ook geen koorts of zo. Het was gewoon niet lekker. En dat kan gebeuren. Ik ben nog een beetje verkouden, maar dat scheelt. Ja, hier zijn dus nog wat nieuwe dingen waarvan ik denk, dat moet ik wel even wat vaker proberen. Die heb ik al één keer geprobeerd. Wat kwasten. Ik heb er een enorm zootje van gemaakt de laatste tijd. Ik heb hier slijpsel nog van mijn oogpotlood. Nee, wenkbrauwpotlood. Dus die wil ik nog even wat vaker proberen. En die staan dan zo daar van, ik heb ze één keer geprobeerd. Oké. En dan ga ik ze vaak proberen. In de tussentijd hebben wij een heel leuk mailtje gehad van het Chanel filiaal in de Bijenkorf in Amsterdam. Bedankt voor jullie trouwe klandizie. Nou, we weten allemaal, ik ben gek op Chanel. En toen mochten we een cadeautje komen halen. Dus Wessel, die wilde gelijk erheen. Die was vrijdag thuis, dus nou, wij vrijdag erheen. En toen zaten er in zo'n soort een heel lief kaartje bij. Maar ik had vorige keer bij die kalender ook al een heel lief kaartje gehad. Sorry. Heel lief kaartje gehad, ja. En er zat er een soort envelop bij met 5. Een soort metalen, gouden hangers voor in de kerstboom. Een soort ornamentjes, maar dan plat, hè. Hartstikke leuk. Superleuk cadeautje. Het is limited edition, dus je kan het niet kopen. Je krijgt het als vaste klant. Ja, ik vond het superleuk. Maar goed, even vertellen. Dit zijn nogal dingen die ik aan het uitproberen ben. Ook ben ik nog aan het uitproberen die Douglas Cream Shadows. Tot nu toe ben ik er heel blij mee, heel enthousiast over. Deze heb ik opgemaakt. Ik maak binnenkort een opgemaakt video over het hele jaar. Maar deze heb ik opgemaakt. Dat is de Sisley. Ondersteboven. Ja, een moisturizer. Die is, vind ik, zo geweldig. Ik wil hem gewoon kopen. Maar dat, ik denk niet dat Dennis daar blij van wordt. We gaan beginnen met... ik heb een soort stapels hier natuurlijk staan. Hier staat mijn foundations. Alle foundations. Dus dat wissel ik gewoon per keer af waar ik zin in heb. Ik heb wat setting spray hier staan. En ik heb dan deze. Oh, ik ben dan ik heb die gegeten. Die helpt niet met de roodheid, kijk maar. Maar hij is op de helft en ik wil hem opmaken. Maar twee hele fijne. Deze is de Essence Hydrating and Perfecting Primer. Op zich. Zo. Doen die primers over het algemeen, naar mijn mening, niet zo heel veel. Wederom, ik kijk daar, want daar is mijn spiegel. Plakt wel. Het voelt als een soort beetje dikke serum. Dan heb ik ook nog van Revolution de Pore Blur. Niet dat ik nou heel veel poriën heb.
Oh, dit voelt helemaal hard van binnen. Ik heb geen nagels, maar ik dacht ik probeer even wat ASMR. Ja. Nou, even. Ik vind het altijd wel fijn dat die paar die ik er hier heb, dat die een beetje. Oh, ik hoor Lulu buiten. Zo. Dus dat is het primer gedeelte. En dan heb ik natuurlijk nog de Plump and Blur. Niet dat het veel doet, maar het voelt fijn op je lippen. Zo. Dat was de... Ja. Vandaag ga ik gebruiken de Estée Lauder Double Wear Sheer. In de kleur 1N1. Ik zal heel even mijn bakje erbij pakken. Echt, ik heb er zo'n zooi van gemaakt. Even schudden. Stop. Voordat ik... de foundation ga doen, ga ik eerst even... wat peachkleurige concealer aanbrengen. Voor de blauwe kringen. Dat komt deze keer, ik heb er verschillende, uit een potje van Catrice. Dat is die. Dus dan hebben we die ook gebruikt al. Ah, juk aan mijn neus. Ik heb heel veel juk aan mijn neus. Ik doe even wat op mijn... Dus ik weet nooit hoeveel ik ervan nodig heb. Dus ik doe gewoon wat op mijn schoteltje en daar gaan we. Ja. Een beetje zo. Dan kan het ook heel mooi over die peachkleurige concealer heen. Die niet heel erg peach uitvalt op mijn huid hoor. Heel fijn dit. Maar het is een hele lichte dekking. Maar ik vind het gewoon, het zit lekker, het voelt nergens naar... Ik smeer het ook gewoon op mijn ogen. Een beetje langs de hals. Hier onder mijn neus, daar wil ik het altijd netjes hebben. Ik heb altijd, valt me altijd op bij mensen als dat niet netjes is, zeg maar. Deze zit. Dan heb ik. Die heb ik niet gebruikt. Voor onder de ogen. De Skin Lovers van Essence. Ik had hier nog de It Bye Bye Pores. Met de Essence Puff. Zo. Dus die heb ik ook gebruikt. En dan heb ik als poeder de Elf Halo Glow Poeder. Dan gebruik ik de Light Layer Brush. Maar ik hou er wel van als... Ik vind het heel mooi namelijk als je huid heeft zo helemaal mooi mat is. Maar niet als je huidtextuur heeft van de leeftijd, zeg maar.
losse haren. Hiermee poeder ik het even af. En dat is meer omdat ik vind dat de meeste foundations op mijn huid, en ik heb een hele droge huid, zo plakkerig blijven aanvoelen. En ik vind dat gewoon niet fijn. Van de Action, de setting spray. Om het even te laten inblenden, zal ik even mijn waaiermoment doen. Nu heb ik natuurlijk poeder al gebruikt. Dus geen cream. Hier. Ik ga ook niet mijn ogen doen, want ik ga nergens heen vandaag. Dus we houden het een beetje simpel. Ik heb de Clean ID bronzer van Catrice gepakt. En dan gewoon een fijne borstel. En dan even een beetje kleur. Want ik zag in de spiegel dat ik wel heel wit leek. Zo. Dat is meer dan genoeg. En dan gaan we het even blenden. Want ik hoef... Ja, nu ziet het er heel rood uit. Maar dat is het echt niet hoor. Wat een gek. Wat gek. Nou, zo. Wat gaan we nu doen? Ik heb ook gewone concealers natuurlijk gepakt. Dat is de It's Bye Bye Under Eyes. En de Catrice Pot Concealer. Dus ik zal even gewoon neerleggen wat ik dan gebruikt heb. Oh ja, hier zo zijn de primers. Dat vind ik dan fijn. Dan staat alles zo bij elkaar. Dan weet ik ook precies wat ik kan gebruiken. Ik heb van Bella Pierre de rouge gepakt. Maar dit is een losse. Ik vind hem heel mooi. Maar is wel lastig mee te werken, vind ik. Dan heb ik de Cheek Lover van Catrice gepakt. En deze ga ik gebruiken. De L'Oreal Age Perfect in de kleur... Blush Satin. Oh, 101 staat op de voorkant. In de kleur 101. En hoe heet die dan? Rosewood. Volgens mij zijn er niet zo heel veel kleuren van beschikbaar. Ik zie sowieso die lijn niet heel vaak. Een beetje deppen. En dan een beetje blenden. Die lijn van Age Perfect heeft hele fijne producten. Maar ik zie het gewoon in Nederland helemaal niet heel vaak. Deze heb ik op Amazon besteld. Het is een wel wat mattere blush. Ik vind dat niet erg als de rest van mijn gezicht een beetje... Ik heb een liquid highlighter erbij. Maar goed, die gaan we dus niet gebruiken. Want, hè? Ja, dat... qua lippotloden heb ik de Charlotte Tilbury Pillow Talk en Iconic Nude. En ik heb er eentje van Maybelline. Die vind ik heel fijn, want die zie je gewoon echt bijna niet op mijn lippen. Heel mooi nude. Dus laten we dat even eerst doen. Dan kan in ieder geval de lipstift alvast opdrogen. Ik vind deze van
Maybelline, echt heel fijn. Dan heb ik een Demi Matte lippenstift gepakt van Catrice in de kleur 100. En nogmaals, ik vind hele matte lippen heel mooi. Maar niet als je wat oudere lippen hebt. Zo. Dat zit erop. Ja. Dan heb ik voor de wenkbrauwen. Ja, ik heb ook nog wat oogpotloodjes gepakt. Maar goed, die gebruik ik niet. Dus en ik heb ook wat palettes gepakt. Paletten. De Naked 2. Ik heb er een van 11. Ik heb er nog een van 11. En deze zat laatst. Espresso Yourself. Die zat laatst in een Look Fantastic box. In een goodie box. Dat weet ik niet precies. Heel mooi. Dus ik dacht, nou, daar kan ik wel een beetje mee spelen. En dat is het een beetje. Ik zet mijn doos even. Nou, dat klinkt echt heel raar. That's what she said. Oké. Okay. Ik heb deze. Dit is een nieuwe. De Brow Wax Pen van Essence. Essence. Ik ga hem even... Zo'n dag, ken je dat? Zo'n dag is het. Dus nu trek ik mijn la open en die dondert de helft van het kastje af wat ik hier had gezet. Goed. Ik ben van plan om binnenkort even mijn wenkbrauwen te laten verven. Ik vind dit is wel een hele fijne kleur voor mij. Ik heb hele licht blonde wenkbrauwharen. En ik heb donkerblond haar. Nou, peper en zout echt zo'n beetje. Ik had daar nog wat blonde kleuring in, maar dat ben ik aan het laten uitgroeien. Dus ja, dat. Maar ik dacht dat ik nou de wenkbrauw een beetje laat. Ik zie wat in mijn oog. Een beetje laat kleuren. Dan heb ik ook niet zoveel werk aan. En ik heb van. Is dat Catrice of Essence? Dit is Catrice, de Volume en Lift. Ik weet het niet. Ik vind dit altijd een beetje te nat. Oh, deze valt al mee. Heel mooi klein borsteltje. En ook een goede kleur. De hele fluffy wenkbrauw look. Dat gaat aan mij voorbij hoor. Maar ik hou wel van aanwezige wenkbrauwen. Dan een beetje fixing spray. Nog steeds de Shake & Glow. Ja, hij is echt bijna op, zie je. Zo, nog even mijn waaiermoment. Laat maar gaan. Het is zo'n dag. Dus is gisteren school gegaan. Het is vandaag dinsdag. Dus was gisteren een halve dag had hij dan thuis leren. Omdat ze in België dat 50-50 doen. Ik snap het allemaal niet, maar goed, zo. En deze week nu... Waar heb ik nou weer mijn... Oh, hier zo. Deze week, nu dus, is hij bezig met zijn examens.
En normaal heeft hij dan zeg maar zo rond april, mei nog een keer examens. Maar dat is dus dit jaar niet zo bij hem. Dus dit is het. En dan gaat hij, als het goed is, gaan ze in februari naar Dubai. Gaan ze een reis maken. Nou ja, 8 dagen. Volgens mij gaan ze ook naar Abu Dhabi. Volgens mij vliegen ze op Abu Dhabi. En dan reizen naar Dubai. Nou ja, zoiets. En even kijken. Ik heb... Ja, alle uiterste. Ik heb nog steeds de Le Volume van Chanel. Ik vind hem heel fijn. En ik heb dan deze Sensitive van Catrice. Even... Er staat een kat te mouwen op de trap, want die wil eten. Hallo, hallo, eten, eten. En dan daarna heeft hij 3 maanden stage. Dat is bij een bedrijf in Amsterdam. En dan is het de opleiding klaar. Dan is België klaar, laten we het zo zeggen. Want hij wil nog wel doorleren. Nu moet hij zelf weten natuurlijk. Hij is pas 19. Nou ja, bijna 20. Maar goed, hij wil graag doorleren. Dus volgens mij gaat hij naar de Haagse Hotelschool. Tenminste, lijkt het dat wil hij. Dus dat zal hij in februari even wat open dagen af moeten. Dus... Hij doet maar. Maar dan komt hij wel weer fulltime thuis wonen natuurlijk. Nou. Dat vinden wij alleen maar gezellig. Eigenlijk. Wel is met hem afgesproken dat hij vanaf dit schooljaar... Nee, dat dit het laatste jaar is dat wij school betalen. We hebben dan 8 jaar natuurlijk die opleiding betaald in België. Nou ja, laten we zeggen, die opleiding is al 2 jaar afgelopen. Maar we wisten wel dat die wilde gaan specialiseren ooit. Ik heb hier wat geflikt. Dat doe ik met een spoelie. En dan zo. Hier ook. Zo. Nou, klaar. Get ready with me. Get ready with me. Shop my stash. Dit is wat ik van plan ben de rest van december. Misschien een stukje in januari te gaan gebruiken. Behalve alle nieuwe dingen die ik erin ga implementeren. Een beetje bijgekletst. Ik vind het fijn om over Wessel te kletsen. Ik ben trots op Wessel. Wessel is mijn alles. Dat heb ik goed gedaan. Laat ik het zo zeggen. Dat heb ik goed gedaan. Ik ben blij met de jongen. Ik ben trots op de jongen. Dat heb ik goed gedaan. Ja. Het is een lieve jongen. Het is een behulpzame jongen. Het is een beleefde jongen. Het is een moeilijke jongen thuis. Absoluut. Maar buiten de deur niet, zeg maar. Dus dat heb ik heel goed gedaan. Deze is... Ik heb er maar 1 natuurlijk. Helaas. Want ik had... Ik ben na hem nog 2 keer zwanger geweest, hoor. Maar dat was buiten maar moederlijk. En gezien de plek waar de laatste zat... mocht ik niet nog een keer zwanger worden. Want als dat zou knappen... Dan scheurt heel je baarmoeder weg. Dat was de plek waar die zat. Zeg maar half in de eileider, half in de baarmoeder. Die eerste daarvoor, zeg maar, zat helemaal gewoon nog in de eileider. Maar deze is gelukt. Absoluut. Deze is echt...
super gelukt. Ik ga even een oorbelletje in doen. En dan ga ik naar beneden voor de katten en de honden zorgen. En voor mezelf. En dan hoop ik dat jullie ook goed voor jezelf zorgen. Wees lief voor elkaar en voor jezelf. En dan zie ik jullie de volgende keer. Bedankt voor het kijken.